Op zaterdag 8 september wordt er ingebroken in een woning hier aan de Montevizo in Amsterdam-Osdorp. Er wordt behoorlijk wat buit gemaakt, maar er zijn goede beelden en de hoop is natuurlijk dat de daders herkend worden. De mannen komen het huis aan de rand van de wijk Osdorp in Amsterdam binnen door op klaarlichte dag een raampje in te tikken. Als ze binnen zijn, doorzoeken ze de hele woning. Ze namen flink wat spullen mee, onder andere sieraden, dure horloges, een flink bedrag aan contant geld, maar ook kleding en een tablet. 9 van de 10 keer zijn er geen bewakingsbeelden van een woninginbraak en ook in deze woning hangen geen camera's. Nou, gelukkig was er een buurtbewoner die een bewakingscamera voor zijn huis had hangen. En op de beelden van die camera is te zien dat 3 jonge mannen wegrennen in de richting van de Noorderakerweg. En hier ziet u de mannen in volle vaart voor de camera's langsrennen. Als we de beelden iets langzamer afspelen, zijn ze goed herkenbaar. Er is de politie veel aan gelegen deze mannen op te sporen. Een woninginbraak heeft bij ons een heel hoge prioriteit. Het heeft een enorme impact op de slachtoffers. We zijn in dit geval dan ook erg blij dat er zulke goede camerabeelden zijn van de vermoedelijke daders. We hopen dat iemand de mannen die je ziet op de beelden zal herkennen. Misschien heeft iemand in de buurt ook wel tijdens, vlak voor of vlak na de inbraak iets verdachts gezien en dat nog niet gemeld aan de politie. Dat horen we natuurlijk ook heel graag. Weet u wie deze mannen zijn of heeft u op een andere manier informatie over deze inbraak? Laat u het dan de politie Amsterdam-Amsteland weten via 0900 8844. En als u het liever anoniem doet, 0800 7000.